Hij grossiert in prijzen, Joop van den Ende, nationaal en internationaal. Zo kregen zijn musicals verschillende malen de prestigieuze Tony Award. Eerde het Duitse Hamburg hem met de belangrijkste kunstprijs van de stad. En absoluut hoogtepunt, Tina Turner reikte hem onlangs de Musical Award uit voor zijn hele oeuvre. En alsof dat nog niet genoeg was, werd hij een paar weken geleden uitgeroepen tot de meest invloedrijke Nederlandse filantroop. Joop van den Ende, de promotor van onze cultuur, maar ook criticaster van het Nederlandse kabinetsbeleid. We hebben een kabinet. En dat kabinet dat heeft besloten om met een gigantische hakbijl de kunsten te lijf te gaan. Hoe staan we er nu voor? Aan tafel Joop van den Ende. Van harte welkom. Goedemiddag. Ja, meneer van den Ende, we zagen u daarnet met de Tina Turner. Dat was zeker een hele happening. Ja, dat was heel leuk. Dat wist ik niet dat het gebeurde. En ze was eigenlijk ook daarvoor wat ziek geweest, dus net hersteld. Oh. En, ze stond daar ook een beetje wankel nog. Ja, dat was ernstig ziek geweest. Het gaat weer goed met haar, maar dat was een verrassing. Ja, en...